zit daar een nieuwe ploeg. Mensen die het voordeel van de twijfel verdienen. En we hebben al via Twitter kunnen vernemen dat vanwege hun achtergrond, hun paspoorten, hun uitspraak in het verleden, ze die kans niet krijgen. Daarmee zijn zij symbool voor de manier waarop Wilders naar Nederland krijgt. In 2006 deed hij het ook. De Marokkaanse overheid had hier een mol omdat Abu Talib staatssecretaris werd. Intussen al 8 jaar gewaardeerd burgemeester van de tweede stad van Nederland. Wilders, als er excuses moeten komen, dan zijn ze van u. Het gaat nu over de dubbele nationaliteit, begrijp ik. En wij zijn er heel consistent. Wij zijn er heel consistent. Wij vinden dat welke dubbele nationaliteit je ook hebt, of het nou Marokkaans is, of Zweeds is, of misschien zelfs, hoorde ik laatst, Kroatisch is, dat je dan niet een publieke functie in het parlement en de regering zou moeten hebben. De heer Segers. Voorzitter, 5 jaar geleden was geloof ik een motie van wantrouwen na een kwartier al ingediend. De winst nu is dat het vandaag is naar de tweede termijn. Dat is al heel wat. Leuke grap. Ik wil doorgaan op het punt waar de heer Wilders aan refereerde, namelijk aanslagen, veiligheid, strijd tegen terreur. En de minister-president begon terecht ook met referentie aan wat er gisteren in New York is gebeurd. En we weten dat een aanslag ook in Nederland gaat plaatsvinden. En dat is een... Welkom bij Epos Fission, het kanaal voor documentaires over economie, leefomgeving en cultuur. Mijn naam is Fred van Ommeren en vandaag presenteer ik je de 6e aflevering van onze serie Dubbele Nationaliteit onder de loep. Ja, inderdaad, waarom neemt de ChristenUnie geen deel aan de discussie over dubbele nationaliteit? Welke argumenten heeft de ChristenUnie in zaken het mogen hebben van een dubbele nationaliteit? Nou, daarom gaan we in deze aflevering de standpunten van de ChristenUnie onder de loep nemen. Ik ben heel benieuwd. Herman Sietsma heeft in december 2016 gereageerd op het wetsvoorstel van D66 en PvdA in zaken het mogen hebben van een dubbele nationaliteit. In zijn artikel Dubbele nationaliteit, het belang van de staat, geeft hij een gedetailleerde uiteenzetting van de argumenten van de ChristenUnie. Argumenten van de ChristenUnie hierbij zijn afstandsplicht, conflicten, dubbele loyaliteit en integratie. Lees even mee. Nationaliteit is voor de ChristenUnie een unieke verbinding tussen burger en staat, een rechtsbetrekking, en kent zowel rechten als plichten. Lees even mee. Volgens de ChristenUnie zien D66 en PvdA de staat als een serviceorganisatie. Zij zien de nadelen en risico's niet van een dubbele nationaliteit. Ze hebben een cosmopolitisch ideaal dat te optimistisch is. Lees even mee. ChristenUnie wil dubbele nationaliteit terugdringen via een focus op waardenoriëntatie, niet-Europese landen
En buitenlanders moeten in hun 18e jaar kiezen voor één nationaliteit. Lees even mee. Wat onduidelijk is, is welke Europese landen en welke waardenoriëntatie de ChristenUnie eigenlijk bedoelt. Aldus de gedetailleerde onderbouwing door de ChristenUnie in zake het mogen hebben van een dubbele nationaliteit. Laten we daarom nog even naar het debat kijken waarin Segers niet ingaat op de discussie rondom de dubbele nationaliteit van kabinetsleden en parlementsleden. Ik wil doorgaan op het punt waar de heer Wilders aan refereerde, namelijk aanslagen, veiligheid, strijd tegen terreur. En de minister-president begon terecht ook met referentie aan wat er gisteren in New York is gebeurd. En we weten dat een aanslag ook in Nederland gaat plaatsvinden. En dat is een... Ja, Segers is het in principe eens met de PVV in zaken het mogen hebben van een dubbele nationaliteit. Dus het is eigenlijk logisch dat hij, als zijnde een regeringspartij, niet ingaat op de discussie over de dubbele nationaliteit van kabinetsleden en parlementsleden. De conclusie is nu dat er inderdaad sprake is van een compromis tussen de vier coalitiepartijen. Ik zet de verschillende standpunten van de coalitiepartijen nog even op een rijtje. In de vorige 5 afleveringen hebben we vele standpunten gezien. En per standpunt hebben we ook veel argumenten gezien. Nou, in de volgende aflevering gaan we per argument toetsen of die waar is, deels waar is of onwaar is. Ik ben heel benieuwd. Tot dan. Ben je geïnteresseerd in onze programma's? Reageer dan op onze video's en word abonnee van ons YouTube-kanaal. Veel kijkplezier!